Siep van der Ploeg en de Kas. De band bestaat binnenkort 25 jaar. Wordt gevierd met een groots concert in Scheveningen. Maar hier in Papendrecht vanavond is het andere koek. Ik ben benieuwd hoe de Kas nog in zijn muzikale verhaal past. En wat zijn ambities zijn. Yes. In juni word je 50. Ja. De Kas bestaat 25 jaar. Dat zijn al twee enorme wapenfeiten op rij. Ja. Wat voor fase is dat eigenlijk? Als je, zoals jij net voor de 50 bent. En in principe nog een heel leven voor je hebt. Dat is wel een fase van kijken van wat heb ik gedaan. Wat wil ik nog gaan doen? Want je bent nog in de kracht van je leven. Maar als je nog grote dingen wil doen, dan moet je dat nu wel mee beginnen. Zijn er nog grote dingen die jij wil doen? Ik heb wel een voorstelling waar ik aan werk. Met mooie sportverhalen. Met daarin ingekleurd door prachtige muziek. Dus ik wil een hele soort van avondvullend programma maken waardoor die muziek die sportverhalen aanvult. En wat voor muziek wordt dat dan? Nou, dat zal vrij symfonisch worden, denk ik. Maar natuurlijk ook met heel veel teksten. En heel veel mooie Nederlandstalige teksten. Alvast even drie mensen voorstellen van de voorstelling van gedaan. Brenda B, Shining. Nou, deze man is altijd Shining. Edward Reuk. Heel goed. Van Kajak, vroeger en zo, en nog steeds. Dit is Hubert Heringa. Uniek in zijn soort. Jullie kennen elkaar al lang? Al heel lang, ja. We kwamen elkaar vroeger in de groep wel tegen, maar we speelden niet met elkaar. Maar we spelen nog maar een jaar of tien met elkaar. Ja. Wat is de grootste verandering die zich in Siep heeft voltrokken in die 20 jaar? Oh, ja, nou, Siep blijft groeien. Groeien? Ja, vind ik wel. Ja, ik ben met dingen met presenteerdingetjes tussendoor en ja, denk ik. Oké. Echt, ja. George Martin maakte ooit van dit nummer prachtig mooie strijkersarrangementen. Dames en heren, hier is a cappella van de Beatles, Eleanor Rigby. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? De mensen waarvan je nu de nummers zingt, waren dat de mensen die je vroeger al bewonderde? Dat waren mijn leraren. Ja, leraren? Ik ben niet echt iemand van het naar school gaan. Ik heb wel een vooropleiding conservatorium gedaan. Maar ik ben nooit een conservatorium geweest. Want ik heb als mensen mij te veel willen vormen. En ik hoorde van mensen dat enorm gebeurt daar. Dan word ik enorm dwars. Oh ja? Dus ik heb mijn eigen pad. Ik wil zo authentiek mogelijk blijven. Eigen pad bewandeld. En dat is een beetje mijn instelling. Hoe past de Kas nou eigenlijk in dat hele verhaal? Ja, de Kas is eigenlijk steeds meer de basis. Steeds meer? Steeds meer de basis weer geworden, kom ik achter. Ik ben een tijdje uit die Kas geweest, een aantal jaren. En in 2006 zijn we weer met reunie-optredens begonnen. Ja, en vanaf 2008 ook weer nieuw werk gaan schrijven. Waarom stap je er even uit die Kas, zoals jij dat noemt? Nou, we hadden een aanlooptijd van 10 jaar voordat we doorbraken. Dus we waren al 10 jaar aan de weg aan het timmeren. Toen waren we ook nog 5 jaar heel succesvol, tot 2002. En toen dacht ik, ja, als ik nog wat anders wil, dan moet ik het nu gaan proberen. En ik had een enorme ambitie om ook in het buitenland furoren te maken. De nacht is voorbij, de zinne is vrij, om heeg te gaan. En dat deed ik met de Engelstalige band Spanner. En dat is mijn ondergang geworden qua financieel. Want daar heb ik zoveel ingestopt qua videoclips en qua opnames en tours. Maar ja, op een gegeven moment dan moet het succes komen. En dat ging in Duitsland redelijk. Maar die Engelstalige band in Nederland kreeg helemaal geen voet aan de grond. Want men bleef mij als Siep van de Kast zien. Spender heb ik 3-4 jaar geprobeerd. En toen ben ik begonnen met Motel West Coast en Best of Britain. Je zit hier altijd zo lekker knus dicht bij elkaar, hè? Maak je wel eens voorstelling van nou over een jaar of 10? Ja, nou, ik ben er wel over aan het nadenken. Ik vind dat heel moeilijk. Maar één ding weet ik wel, ik zou altijd blijven optreden. Ja? En ook weer met de Kas. En dat begon ook weer te kriebelen. Ik had ook echt weer zin om met de Kas te gaan spelen. Waarom begon het weer te kriebelen? Wat was het wat de Kas heeft, wat bij spreken de rest niet heeft? Nou, dat is dat bandje gevoel met een aantal jongens beginnen en spelen en die kameraadschap. We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergernissen en
naar elkaars gedachten. Hoeven wij al lang niet meer te gissen. We zijn als simpele jochies in Friesland begonnen en we hebben in stadions gespeeld. En dat gevoel, dat blijft leven ons vijf. Daar komt nooit iemand tussen. Dus ik dacht, er is nou genoeg materiaal om te schrijven. En zowel in het Nederlands als in het Fries. En dat blijkt ook wel, want we komen bijna jaarlijks met een nieuwe cd uit. Ja, want dat is natuurlijk ook het gekke. De kast, je zei het al, eerst heel lang eraan werken voordat je je doorbraak hebt. Dan heb je de doorbraak en is het bijna hysterisch. En dat wordt dan op een gegeven moment ook weer minder en anders. Nou, dat werd nog niet heel erg veel minder. Maar ik had zelf mijn buik ervan vol. En wat was dat dan? Nou, een beetje te vergelijken, denk ik, met wat de Beatles hadden. Dat je op een gegeven moment dat er niet meer naar je muziek geluisterd wordt, maar dat er gewoon een soort van neveneffecten het over gaan nemen. In een naaie dag.